De 84-jarige Jan Kroppert begon als 12-jarig jochie bij zijn vader in de kwekerij. De appel viel niet ver van de boom daar in het Westland en al gauw begon Jan voor zichzelf. Als eerste tuinder haalde hij in 1976 het gipskruid naar Nederland. Dus ja, kijk, dit is toch een prachtig gewas, hè? Het kleine witte bloemetje was een enorme hit en Jan liep binnen. Een hele lage kostprijs en een ongelooflijke opbrengst. In de jaren die volgden heeft hij dit trucje nog vaker uitgehaald. Hij was er steeds als de kippen bij om nieuwe bloemen in Nederland te introduceren en werd daardoor een van de grootste en rijkste tuinders van het Westland. Bobby, kom eens, Bobby. Kom maar. Van zijn bij elkaar geharkte fortuin onderhoudt hij rond zijn huis tussen de kassen een privé dierentuin met exotische dieren. En hij vulde een garage met bijzondere auto's. Het lukt Jan maar niet om afscheid te nemen van zijn bedrijf, waardoor hij ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds 7 dagen in de week werkt. Jan, hoe belangrijk is Ina geweest in jouw succes? Ja, geweldig. Ja, het is, zij heeft altijd alle begrip gehad voor alles wat we hier zien. En ja, dat is toch echt veel van dit. Zij heeft eraan geweldig aangepast aan mijn levensstijl. Heb ik mijn liefde gedaan. Maar hij moet nu wel veranderen. Ja, hoe dan? Gezellig, huiselijk. Hij heeft het gemaakt. En nu gaan we een andere periode tegemoet. Of dat echt snel gaat gebeuren is de vraag, want stilzitten moet Jan nog leren. Hoewel hij zich toch niet hoeft te vervelen na zijn pensionering. Ja, een beetje snelheid en mooie vormgeving, dat kan nooit geen kwaad, denk ik. Daar hou je wel van? Ja. Wat is nou het allerschoonste? Ja, hier staat hij. Dit is de mooiste? Ja, dit is 650 pk. En dan hebben we hier de auto, die dus de Maserati Gran Turismo. Fluisterstil en ontiegelijk snel ook. En noem maar op. Waarom heb je er zoveel? Ja, omdat dat is eenmaal zo. Heb je een bepaalde auto en dan ben je ergens, meestal bij autoliefhebbers. En dan denk je, dat zou ook wel leuk zijn. Omdat, dan moet je hem gewoon hebben. Zo komt van het een komt het ander. Ja, van het een komt het ander. Ja. En voor je het weet heb je er 6. Ja. Ja, dan heb je de Aston Martin, de DB9. Ik vond het altijd ook een geweldige mooie vormgeving van deze auto. Grandioos. En dan heb ik hier zo de Ferrari 456. Als je hier met deze auto 100 kilometer weg bent, dan is het net een naaimachientje. Dan gaat hij zo grandioos mooi lopen. Ja, goed. En dan denk je bij jezelf, ik vind het wel een beetje leuk. Deze moet een leuk onderkomen hebben, deze auto's. En ja, dan moet je een beetje de sfeer aanpassen. Het is een beetje Italiaanse sfeer. Ja, dat hoort erbij. Hè? Je moet een beetje bijpassend onderkomen hebben. Maar is dat raampje daarboven met dat lampje en dat balkonnetje, ja, is dat puur decor? Ja, dat is eenmaal. Er moet toezicht zijn. Er moet toezicht zijn op de auto's. Zo is het ook weer. Ja. Hier wonen de auto's. Hier wonen de auto's. Mooi samengevat. Ja, geweldig. Sommige mensen kunnen uren boven de schaakbord zitten. En ik heb altijd van kinds af aan, toen ik net kon lopen, had ik al een vitrinetje met auto's. Maar ja. Kijk, zo'n schaakbord is vrij makkelijk te betalen. Ben je blij dat je wat geld hebt? Ja, dan? Maar weet je, het is als je natuurlijk geslaagd bent en je hebt dat op een normale wijze, heb je dat geld verdiend. Dan denk ik, ja jongens, dan mag je daar best leuke spulletjes voor kopen. En met welke zullen we een stukje gaan rijden? Oh, dat komt leuk uit. Ik denk toch wel dat ik wel daar een leuke auto voor... een passende auto, dat we daar wel even een proefritje mee kunnen maken. Nou, leuk. Nou, slinger hem maar aan. Maar wat doe je met deze auto's dan, boodschappen doen? Nou, ik heb het niet doen, want met deze auto boodschappen doen, want je gaat altijd hard. Dat is helemaal, ik heb ook in het begin wel last gehad dat ik met de bekeuringen die ik had, kon ik gewoon de kamer bouwen. En dat,
Nee, dat is ook weer niet de manier. Nee. Hoe zou je het karakter van deze auto omschrijven? Lijkt deze auto een beetje op jou? Nou, ja, misschien een beetje. Vooruit een beetje. Maar hoe dan? Waarin? Nou, ik denk ook niet dat deze auto zo erg rustig karakter heeft. Dat karakter, dat kan ik er hier wel een beetje in terugvinden. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.